Allemaal super leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. En ik sta hier bij de trailer. En dat is omdat ik zo meteen weg ga met de paardjes. Tenminste, ik neem Kruimel mee. Mijn zusje neemt Kate mee. En we gaan naar de vereniging toe om te trainen. En ik denk dat we waarschijnlijk vandaag, hangt er vanaf of er iemand is, ja of nee, maar balkjes en cavaletti training gaan doen. En ik heb wel een paar leuke lijntjes bedacht. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om jullie mee te nemen en uit te leggen wat ik aan het doen ben met die lijntjes en waarom ik dat doe en hoe dat dan een beetje werkt. Dus dat gaan we doen. Mijn zusje heb ik nu een hele moeilijke opgave gesteld. Ik heb gevraagd of zij de paarden wil halen. Oh kijk, daar komt ze aan. Kan het dus toch wel. Maar we gaan dus nu weg. Ik wil jullie trouwens nog eventjes bedanken voor alle super lieve reacties op de video waarin ik op haatreacties reageer. Echt super lief. Ook heel veel privé DM's op Instagram en alles. Echt super lief. Dank jullie wel daarvoor. Ik ga nu mijn zusje even helpen. Want Kruimeltje staat al te kijken. Dat is een dondersteentje. En nou ja, met twee paarden lopen is niet altijd heel handig. Maar we gaan ze nu eventjes op de trailer zetten. En dan gaan we lekker naar de vereniging toe. Ik hoop dat er niemand is. Zodat we met de cafletjes aan de gang kunnen. En ja, dan kunnen we een beetje oefenen weer. Vinden ze vast ook wel leuk, wat afwisseling. Nou, ik ben nu aangekomen bij de rijvereniging. En ja, we hebben nu de cafletjes in de bak gelegd. En eigenlijk is het helemaal niet een hele ingewikkelde, tenminste het lijkt niet een ingewikkelde oefening. Maar het is gewoon vier cafletjes op de volte. En wat bij deze oefening eigenlijk de bedoeling is, is dat je ritme kan houden en controle over je paard hebt. Want je wil eigenlijk overal straks in galop hetzelfde aantal galopsprongen ertussen maken. En dat je paard continu in de linker of in de rechter galop blijft, zodat hij niet gaat overspringen. Dus eigenlijk alles bij elkaar is best wel een hele moeilijke oefening. Ik heb geen idee hoe Kruimel dit gaat doen. Ik heb het nog nooit met hem gedaan. Maar ik ga gewoon heel relaxed. En gaat het niet, dan gaat het niet. Dan probeer ik een beetje totdat wat hij snapt en dan hou ik ermee op. Want ik ga niet doordrammen continu bij hem. Maar ik ga gewoon even een beetje met hem proberen. Ik ga eerst ook een heel stuk dressuurmatig rijden voordat ik hiermee aan de gang ga. En we gaan met Kate ook een klein beetje proberen. Want Kes gaat een beetje een stap in een draf eroverheen, denk ik. Maar ja, ik ga Kruimel snel halen, hoofdstelletje in en dan gaan we erop. Snoepjes in mijn zak zitten. Maar na het rijden en zo en voor het opstappen. Ja, beter verwend dan dat een paard die allemaal achterstallig onderhoud heeft en dat hij er slecht uitziet. Maar zo verwend is Kruimel in mijn hoofd. Heel los? Ja, kom. Wacht hè? Kom. Ja. Begeleid je er? Kom. Goed zo.
Nou, mijn kramers zijn nu een beetje dressuurmatig aan het losrijden. En in mijn losrijwerk, net in het stappen, neem ik al een paar keer één balkje mee. En dan een keertje twee achter elkaar. En dan zo een beetje door, omdat het vooral losrijden is. En eigenlijk is het wel vooral een galopoefening, omdat je natuurlijk ritme moet houden. En controle en tussen de hindernissen, dat is natuurlijk vooral in galop. Maar het is zeker niet verkeerd om dit ook in stappen en in draf met je paard een keertje te doen. Hebben ze dan een keertje gezien. Kramer vindt altijd... Eerste balkje is een heel obstakel. Volgens mij loopt hij dat echt zo heel erg te kijken. Hij gaat er wel gewoon heel braaf overheen doen. Maar hij is echt zo van, wow, ik ben over een balkje heen gegaan. Maar dat was wel schattig. Maar dit is ook een oefening. Hier hoef je niet per se een springpaard voor te hebben. Dit kan eigenlijk met bijna alle paarden wel. Voor dressuurpaarden is het zelfs ook heel goed. Omdat het gewoon een stukje controle is. Ja, en ritme. En dat is in de dressuur natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Het is ook eigenlijk meer dressuurwerk. Dus ja, dit is zeker een oefening die je met meerdere paarden kunt doen en leuk is voor de afwisseling en nog eens goed is voor paard en ruiter. Dus ik kan hem zeker aanraden. Ik ben met Kruimel nu een beetje met de balkjes bezig en het is best wel heel erg moeilijk. Want wat er eigenlijk op neerkomt is dat voor deze oefening moet je je paard gewoon heel goed tussen je handen en tussen je benen. En eigenlijk heel goed op je buitenteugel en je binnenbeen. Maar ik ging net met galop en Kruimel die denkt dat hij moet wisselen boven het balkje. Dus ik ben hem nu eigenlijk een paar keer gewoon dat hij heel simpel over het kafletje heen springt zonder te wisselen. Eigenlijk alsof er niks op de grond ligt, dat hij gewoon heel normaal eroverheen gaat. Dus ik ga dat eerst nu even een paar keer doen totdat hij dat goed heeft. En dan ga ik kijken of ik een keertje twee kan rijden. Ik weet niet of ik er vandaag vier ga halen. Want ik wil gewoon goed afsluiten, zeg maar. En dan neem ik hem over een paar weekjes weer een keertje deze oefening mee. En zo probeer ik beter te worden. Want ik kan nu wel gaan proberen om zo meteen ze alle vier te gaan rijden. Als het lukt, dan lukt het. Maar als het niet lukt, dan is het ook een beetje stom om dat wel te gaan doen. Dus ik ga gewoon eventjes rustig met hem aan de gang. En het hoeft ook niet allemaal in één keer perfect alles. Die was heel goed.
draaien. Dat is hem. Nou, ik sta hier met lieve Kruimeltje en jullie hebben net gezien hoe het ging. Het was best een hele opgave. Ik vond het nog best wel een beetje tegenvallen. Het is echt heel moeilijk. Het lijkt echt best wel heel erg simpel. En ik had het ook wel eens met Mo gedaan, maar ja, dan spreek ik wel weer over Mo natuurlijk. Die is heel anders, maar met een paard is het echt wel heel technisch. Je moet hem echt heel erg goed onder controle. Je moet het tempo moet precies van jou zijn. Hij moet helemaal op je buitenteugel, op je binnenbeen lopen. Ja. Eigenlijk moet je hem gewoon elke pas maximaal controleren om dit goed te doen. En dat was echt wel pittig. Maar aan het einde had ik hem wel één keertje goed. En ik koos ervoor om 4 galopsprongen te maken ertussen. Je kon hem ook op 3 rijden. Maar dan was het 3 met een wat grotere sprong. En aangezien we bezig zijn om hem iets meer op zijn achterhandje te krijgen. En iets meer terug in tempo. Kozen wij ervoor om hem op 4 te gaan rijden. En aan het einde deed dat wel heel erg braaf. Maar het was best wel een moeilijke weg om daar naartoe te gaan. Want eerst dacht hij dat hij moest wisselen. Op de balkjes. Nou, toen hij dat op een gegeven moment snapte, toen moest ik heel erg terug gaan rijden. En daarna uiteindelijk is het wel gelukt. Ik heb niet de balkjes nog omgedraaid, zeg maar dat ze wat hoger kwamen te liggen, de cafletties. Maar ja, ik dacht, ik moet eigenlijk blij zijn met wat ik nu gedaan heb. En niet nu verder gaan, want dan ga je misschien net een stapje te ver. En dat is misschien wel weer iets voor de volgende keer of ook nog niet. Misschien pas voor die keer daarna. Kate zit aan de camera te snuffen. Ah, jij ook. Maar wat wel eventjes belangrijk is als je deze oefening doet, is dat je het niet te lang doet. Want het is best wel intensief, omdat ze best wel veel moeten galopperen dan natuurlijk. En dat je gewoon voldoende stap tussendoor. Dus niet 100 keer achter elkaar doorgaat, maar gewoon ook veel stap tussendoor. Dat is wel belangrijk. En ja, dit kun je natuurlijk uitbouwen hoe gek je wil. En je kan ook een keertje verkiezen om te gaan schakelen. Dus eerst een rondje op 3 te rijden en dan een rondje op 4 erachteraan. Dan moet je natuurlijk helemaal heel erg controle hebben. Dus het is best wel een leuke oefening om te doen en een leuke afwisseling. Cassie die heeft hem niet helemaal gereden, maar dat komt omdat ik Kate donderdag mee naar springles heb genomen eventjes. Die ging voor het eerst springen. Lekker dressuur gereden. Ja, nou dat is ook prima. Dus, maar ik vind het Kruimeltje het super goed gedaan heeft. Ik denk dat jullie het wel leuk vonden om eventjes wat anders te doen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te zien. En misschien ook weer inspiratie op hebben gedaan om ook zoiets te doen. Kan natuurlijk echt op superveel variaties. Ja, ook gewoon balkjes achter elkaar leggen. Allemaal dat soort dingen. Kan heel veel dingen. Ik zou ook nog wel vaker een keertje een video met andere oefeningen maken. Maar geef deze video in ieder geval eventjes een duimpje omhoog. En wil je nou nog mijn vorige video zien? Check dan of even deze video of deze afspeellijst. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei! Even uit.